Hey, goed dat je kijkt naar een nieuwe GP Fans Weekend. Zoals altijd nemen we even het allerbelangrijkste nieuws van wat de afgelopen week allemaal is gebeurd met je door. Laten we daarom direct beginnen met de video. 7 jaar na het tragische ski-ongeluk van Michael Schumacher, waarbij hij blijvende hersenschade opliep, is er nog steeds grote terughoudendheid over de toestand van de Formule 1-legende. Luca Badoer, coureur en voormalig testrijder voor Ferrari, behoort tot het selecte gezelschap dat wel bij Schumacher op bezoek mag. Luca is een vriend van de familie, ging samen met hen op vakantie en koestert warme herinneringen aan die momenten. Hij respecteert ook de ongeschreven regel dat er niet over de toestand van de Schumachers gepraat wordt, maar bewondert de vechtlust van de Duitser. Het is een tragedie die me pijn doet als ik erover nadenk. Uit respect voor Schumi en zijn hele familie zal ik niet zeggen over zijn toestand. Alleen ik, Jean Todt en een paar goede vrienden bezoeken hem. Michael heeft altijd hard getraind en daardoor heeft zijn lichaam een goede weerstand opgebouwd. Michael is Michael, hij is een vechter en ik hoop dat hij snel kan herstellen. Nikita Mazepin, die was vorig jaar officieel aangekondigd als Haas-coureur voor het seizoen van 2021. En sindsdien heeft hij voor de nodige ophef gezorgd. De aanstaande Formule 1-coureur raakte namelijk flink in opspraak nadat er een aanstootgevende video op zijn social media kanalen verschenen was. Niet lang daarna werd er een petitie gestart waarin het team van Haas opgeroepen werd om de Formule 1-debuut van de Rus te blokkeren. Nou, het team heeft het voorval inmiddels intern afgehandeld, bevestigt dat Mazepin aankomend seizoen gewoon in actie zal komen. Een van de vertrekkende sponsoren heeft echter besloten om zichzelf openbaar te distancieren. Jack & Jones is al een hele tijd verbonden aan Kevin Magnussen. Dat is eigenlijk een soort van privé-sponsor, zoals Checo Perez bijvoorbeeld ook heeft. Nou, op die manier waren zij ook sponsor van het team van Haas. Kevin Magnussen die moet nu vertrekken bij het team, wat betekent dat Jack & Jones ook meegaat. Nou, ondanks dat ze al zouden vertrekken, vonden ze het toch nog nodig om zich even uit te spreken over dit voorval. Dat de race op Albert Park op losse schroeven leek te staan, dat werd afgelopen zondag al bekend. Vanwege recent ingevoerde veiligheidsmaatregelen omtrent het coronavirus in Australië, komt de Formule 1 voor een aantal logistieke moeilijkheden te staan. Zo zal al personeel bij aankomst 14 dagen in quarantaine moeten. Daarnaast moet de opbouw van het circuit later deze maand al van start gaan, wat nogal een grote gok zou zijn vanwege de onzekerheid rondom de Grand Prix. Motorsport.com zegt te weten dat de race in Down Under zal worden uitgesteld tot later in het seizoen. Hierdoor moet er wel het een en ander verschoven worden met de andere Grand Prix's op de kalender. Dat betekent dat de Formule 1 start op 28 maart in Bahrein en niet op 21 in Australië. Officieel bericht dat blijft even uit nog op dit moment. We verwachten eind deze maand een officieel statement. En Alexander Albon die heeft een stoeltje weten te bemachtigen, maar wel in een andere raceklasse. De Thaise Brit zal namelijk een aantal races aantreden in de DTM. De coureur waarmee Albon zal afwisselen in de DTM wordt in een later stadium bekendgemaakt, net als het team en het automerk. Zo liet Red Bull Racing weten middels een statement. Red Bull junior Liam Lawson zal in de tweede Red Bull wagen gaan rijden. En Max Verstappen die heeft zijn onlangs aangeschafte privéjet in een nieuw jasje gestoken. Dat deelt journalist Menno Zwart aan de hand van een foto op Twitter. Op de staart van de kist is het welbekende oranje leeuw logo van de Nederlander terug te vinden. Verstappen heeft enkele maanden geleden deze Falcon 900 EX aangeschaft. Deze was eerst in bezit van miljardair Richard Branson. Eind december onthulde Corriere dello Sport dat het contract van Hamilton al lang en breed rond had moeten zijn, maar dat het moederbedrijf Daimler daar een stokje voor had gestoken. In november, toen de Formule 1 richting Istanbul ging, lag er al een contract klaar dat aan Hamilton's eisen voldeed. Zo schreef de krant. Daimler is natuurlijk erg tevreden met de prestaties van de zevenvoudig wereldkampioen, maar lijkt in tijden van crisis niet bereid te zijn om zoveel geld te betalen om de coureur te behouden. Teambaas Toto Wolff heeft meerdere keren gezegd dat hij geen druk wil uitoefenen op Hamilton. Dat hij het prima vindt als alles maar geregeld is voordat het hele circus afreist naar Barcelona voor de wintertest. Daar zou Ola Källenius, de Zweedse topman van Daimler, het echte helemaal niet mee eens zijn. Hij Wolff dan ook de opdracht gegeven om de deal zo snel mogelijk te sluiten. Daarnaast zou Källenius zelf gedreigd hebben om George Russell terug te halen naar de Mercedes garage. Wolff heeft tevens een lijstje bepaalde beperkingen opgelegd gekregen. Er zou dan ook een aanbod zijn gedaan van ongeveer 40 miljoen euro per jaar. Maar als Hamilton het wereldkampioenschap zou winnen, zou dat nog eens 10% bovenop komen en zou hij een AMG One cadeau krijgen. Dit zou echter niet genoeg zijn voor de regerend wereldkampioen. Er zou namelijk niet eens zijn met de tijdsduur van het contract, het salaris en de vrijheid die je van het team krijgt. Naar verluidt zou hij dit contract dan ook afgewezen hebben.
Het management van Mercedes bestaat tegenwoordig uit 3 gelijke partners, namelijk Ineos, Toto Wolff en Daimler. Ieder hebben ze zo'n 33,3% in handen. Nou, Ineos kan het salaris van Hamilton compenseren, maar het is maar de vraag of ze daarmee akkoord zouden gaan. En goed, dat was hem dan, de GP Fans Weekend van deze week. Vond je dit nou een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!